Goedemorgen, het is vrijdag, tijd voor een nieuwe vlog. En als jullie het zien is de wereld al een tijdje veranderd, maar voor ons is het de eerste week quarantaine, zeg maar. We mogen nogal naar buiten, maar that's about it. De scholen zijn dicht, alles is dicht. Dus ja, ik ga jullie meenemen in hoe we dat doen. Normaal ben ik natuurlijk vrijdag vrij, maar omdat ik door de week nooit aan mijn uren kom, werk ik dan ook maar op vrijdag. We geven Niels ook les. Ik heb daar een mooi dagschemaatje gemaakt, zodat hij weet waar hij aan toe is op een dag. Deze plaatjes die heb ik van die zijn van Kees de Muis. Volgens mij gewoon keesdemuis.nl. Dit zijn dan dagritmekaartjes. Dus dan hebben we ontbijten, aankleden, televisie kijken, tandenpoetsen. Zeg maar één sessie. Dan hebben we, gaan we rekenen of schrijven. Pauze. Dan gaan we even fruit eten. Buiten spelen. Voor zolang dat nog mag. Zelf spelen. We lunchen. Gaat Eden naar bed en dan mag Niels kiezen of hij ook even wil uitrusten of dat hij even zelf iets wil lezen of rustig wil spelen. Dan mag hij kiezen wat hij wil leren of we hebben nog iets anders wat hij kan leren. Dan hebben we weer een break met fruit of groente of een koekje of zo. En dan gaan we iets creatiefs doen, knutselen, tekenen, gimmen, mag allemaal. Weer buiten spelen, zelf spelen. Opruimen, daar hadden ze geen plaatje, want ik heb een andere muis gepakt en televisie kijken. Dus zo delen wij dan een beetje de dag in. Ik ga u nog meer over vertellen in deze vlog. Ik heb gisteren een ellende met mijn nageltjes in een rode kleur gelakt. Verder hebben we dit weekend uiteraard dus geen plannen. Wat we wel willen doen is, onze boodschappen konden pas maandag komen. Dus we hebben eigenlijk het weekend nog geen boodschappen. Nou gaat Sven dus als zeg maar sterkste uit ons gezin, ik ben natuurlijk risicogroep. Gaat Sven als sterkste uit ons gezin eventjes wilde westen in voor de boodschapjes. Voor vanavond. Maar we willen ook één avond een lokale ondernemer zeg maar steunen door te bestellen. Zoals jullie weten bestellen we eigenlijk nooit. Maar goed, dat gaan we nu ook maar doen. Dus ja, het zijn rare tijden. Maar daar hebben we het nog wel over. Heel goed. Welk cijfer is dit? De 4. Nou, dan moet je 4 scheppen in kleuren. 1, 2, 3. Nu willen we Skoola gaan doen, maar zelfs Skoola is overbelast. Nou, naast het plaatjeschema heb ik het dus ook in tekst gemaakt. En dan zouden wij onze namen hier achter zetten, Sven en ik. Maar ja, Sven heeft het zo chaos met zijn werk dat het eigenlijk op mij neerkomt. Maar goed, vanwege het fantastische geluk dat mijn ouders dichtbij wonen en wij dus nu een safety inner circle hebben gecreëerd, kunnen wij dat nog doen. Ja, natuurlijk niet meer bij lockdown, dan moeten we het echt weer gaan verdelen. Maar dan denk ik ook dat de eerste crisis een beetje voorbij is, dan moet iedereen nog wel heel hard werken, denk ik. Maar dan is het niet meer die hysterie die Sven nu heeft, dat je die moet echt... Vanavond heeft hij tot 10 uur, moet hij weer in calls zitten en ik weet al niet. Ja, weet je, dat is dan neem ik aan wat afgenomen. Maar goed, ik hoop dat we überhaupt niet in totale lockdown komen. Want wij hebben geen buiten. Dus dan wordt het heel gezellig met kinderen. Wat ik wel wil gaan doen, is een kattennet spannen. Dat is eigenlijk een net om katten en vogels uit je tuin of van je balkon te houden. Maar we hebben natuurlijk eigenlijk geen buiten, dus ik wil het eigenlijk met onze raam hangen, dat we gewoon de hele boel open kunnen zetten. Zonder dat middens meteen opgesloten moet worden. En dan hebben we gewoon echt meer een buiten, het schijnt weer beter weer te worden, dus dan hebben we in ieder geval iets. Dus dat wil ik eigenlijk gaan bestellen. Verder was er niet meer een luiers te komen, alles was uitverkocht. Maar goed, ik heb al wat voorraad. Maar ja... Enige gebruik zo'n 5 luizen per dag. Dus ik heb ook wel wat voorraad nodig, zeg maar. Nee, dus ze zal me een beetje behelpen. Op zich doen de kids het hartstikke goed, hoor. Ze zijn heel lief. En het gaat eigenlijk best wel aardig. Maar het is vooral voor mij en voor Sven gewoon aanpoten. Omdat je zoveel functies in één hebt, zeg maar. Onze hulp is er natuurlijk nu ook niet.
Dus dat moet er dan ook nog bij gebeuren. En het meest komt dus gewoon op mijn schouders terecht, omdat Sven gewoon op zijn werk mee hem heeft. Het is gewoon een beetje wennen. Maar goed, het is wat het is. Ik hoop vooral dat het gewoon niet al te lang gaat aanhouden. Dat veel kleine ondernemers hebben het gewoon mega zwaar. Nu ik hoop gewoon, volgens mij doet de regering er alles aan om iedereen, alles en iedereen overeind te houden. Wat ik echt super knap vind. Ik vind ook echt hoe ze ermee omgaan met de communicatie. Zo vind ik echt heel goed. Op dit moment dat ik dit film, mogen we nog naar buiten. Wel 1,5 meter afstand van elkaar en dat soort dingen. En gewoon in een social distancing. Ik merk zelf dat ik nog veel mensen zie die daar wat lakser mee omgaan, laat ik het zo zeggen. En ik begrijp dat totaal niet. Ik zie hier mensen in de speeltuin gewoon op een rijtje op een bankje zitten, kletsen echt minder dan 1,5 meter, dus minder dan een meter zeg maar bij elkaar. Ik snap dat gewoon niet. Hoe moeilijk is het, jongens? Kom op. Ik ga dus dan ook niet naar de speeltuin. Ik ga dan met mijn kinderen op een veld waar geen kip is staan. Kijk, ik ben een risicogroep. Mijn vader is een risicogroep. Dus wij komen gewoon eigenlijk niet in de buurt van andere mensen. Wat wel heel leuk was, is dat gisteren Niels' beste vriendinnetje een brief in de bus had gedaan. Ze had een hele mooie tekening voor Niels gemaakt met Spider-Man, omdat hij dat zo leuk vindt. En allemaal mooie stickers erop. Dus Niels heeft nu als reactie, is hij nu een brief bij haar aan het posten. Heeft hij Elsa gekleurd en haar naam opgeschreven en allemaal stickers en hartjes. En dat zijn natuurlijk wel echt de mooie dingen. Ik denk dat, en hij vindt dat ook leuk, dus ik denk dat ik hem dat ook voor een aantal andere vriendjes en vriendinnetjes laat doen. Want dat is een klein gebaar en dat is toch een beetje communicatie. Ik denk dat ik ook een keer ga kijken of ze bijvoorbeeld een keer gewoon samen kunnen lunchen zonder dat ze samen zijn. Dus dat we gewoon via Skype, dat ze elkaar wel gewoon kunnen zien en kunnen kletsen. Want ja, het is, Niels snapt het heel goed. Hij zeurt er ook niet over. Tenminste, hij snapt natuurlijk niet helemaal wat er aan de hand is, maar dat hoeft ook niet. Maar we hebben het wel een beetje uitgelegd. En hij zeurt er ook absoluut niet over. Hij vraagt wel steeds, mag ik dan morgen wel weer naar school? Nou, nee dus. Maar hij is daar verder niet boos over of zo. En Elin, die wordt gewoon een beetje gallies. Want die wil gewoon actie in de taxi. Die is niet gemaakt voor het huiselijk leven. Oké, Niels, gooi maar weer. Hop. Dus we moeten een bekertje omgooien. Probeer zo wat entertainment te verzinnen. Ik moet achter deze leen. Ja. Oh, dat is makkelijk. Hey! Elin, niet doen mij Niels. Elin, niet doen mij Niels. Bijna. Amsterdam. Ik heb een lunch gemaakt. Ik ga even naar buiten. Ik heb weer gewerkt en straks komen de kindjes terug. Dat duurt nog eventjes. Maar goed, de mensen moeten ook elke dag even naar buiten. Dus dan ga ik gewoon even, tenminste, is wel zo prettig. Dus dan ga ik gewoon even een ommetje maken. Ik ben gisteren een paar keer de trap op en af gelopen. En ondertussen werk ik dan aan mijn sociale leven. Dus dan bel ik. Gisteren heb ik even met mijn oom gebeld. Die woont alleen, dus dat is wel gezellig om eventjes te bellen. Vandaag ga ik even een vriendinnetje bellen. En dan heb je ook nog je contact. Dat combineer ik dan. Sven is ondertussen heel druk aan het werk. Dus ik ga nu eventjes week tot 2 nachtjes of zo naar buiten. Ik ben weer terug van mijn wandelrondje. Ik wil even kijken hoeveel stappen ik vandaag zit. Want ik moet zeggen, voor thuisblijven valt het mij niet tegen, want omdat je de hele met de kinderen bezig bent. Ik zit nu op 4374 stappen. Ben benieuwd. Gemiddeld haal ik nu volgens mij zo'n 6000 stappen per dag. Nou, het kan slechter. Maar goed, ik heb ook niet de tijd om eindeloos te gaan lopen buiten, want er moet het in gebeuren. Het was schattig, want volgens mij had ik al gezegd dat Niels dus post had gekregen van zijn beste vriendin. En dat heeft hij ook naar haar gestuurd. En we hebben nu afgesproken dat ze een soort Skype lunch date gaan hebben. Waarbij ze samen een boterham gaan eten elke dag door kunnen nemen. Dus ik ben benieuwd. Maar haar zag als 94 trouwens. Dat is best wel veel, denk ik.
eigenlijk. Het zijn die eigenschappen die we heel hard nodig blijven hebben. Niet alleen nu. Goedemorgen, het is zaterdag. Oh. Het is nu zeg maar een week, iets minder dan een week, lockdown. Nee, niet echt lockdown, een beetje lockdown. En so far so good. Maar goed, het is aanpoten. Waarom doe ik steeds lichtgroepje aan? Ik heb even mijn haar gewassen en gekruld. Weer op die ene manier. Alleen, het is helemaal iets meer gekruld dan de bedoeling was. Maar goed, dat zakt wel uit. We gaan zo Niels en Sven zijn even aan het optreden, zoals Niels het noemt. Niels gaat dan meedoen met Sven zijn sporten. Sven heeft al even hard gelopen. Gaan we met z'n allen trouwens even naar buiten. Het is mega mooi strak blauw. Dus we gaan Niels heel graag op zijn trappersfiets. Hij moet eigenlijk een grote, want hij is een beetje te klein. Maar we gaan met zijn trappersfiets en dan mag hij op straat. En dan gaat de ene bij mij voorop en Sven fietst dan naast hem. Dus dat gaan we zo doen. En we moeten natuurlijk ook naar buiten, want die wil altijd naar buiten. Dus dat gaan we lekker doen. Ho, Mien sloopt het in de muur. Even kijken wat er aan de hand is. Nou, we hebben dit ding dus. Dus dat gaan we eens even installeren. We gaan Shrek kijken. Het klinkt me heel heftig, maar Shrek is wel een leuke film. En zo hebben we popcorn. En ondertussen ben ik lekker bezig met de belastingen. Hartstikke leuk. Kijk, het verschil moet er zijn. Maar... wel, ook met popcorn. De kids liggen op bed. Ik heb mijn make-up eraf gehaald. En wij hebben nu een of ander intens lekker iets, denk ik. Dit. Iets met triple chocolate of zoiets. Ik heb geen idee. Lijkt me heerlijk. Dat was heel gezellig dagje. Ook nog nuttig. Ik heb de ramen gewassen. Dingen voor de belastingdienst gedaan. Maar... normaal moet ik zeggen dat we daar weinig aan toekomen in de weekenden. Maar nu is het omdat je al zoveel door de week tijd met de kinderen hebt. Voel je je zeg maar minder schuldig denk ik om dat soort dingen op te pakken. Dus door de week snapte ik echt niet dat mensen, dat iedereen zegt ja, als je allemaal handige taken voor tijdens corona. Dat ik dacht, maar wanneer dan? Mensen die hun foto's gaan uitzoeken en zo. Ik zou niet weten wanneer. Maar goed, in het weekend dus misschien. Nu begin ik het een beetje te begrijpen. Goedemorgen, het is zondag. En ik ga het bellen weer afhalen, want dat doen we elke zondag. Structuur is belangrijk nu. Ik heb vannacht heel veel over corona gedroomd. Ik droomde dat we naar een totale lockdown gingen en over mensen in van die squirrel. Vreselijk. Ik was weer heel moe gisteravond. Ik ben sowieso de laatste tijd. Red ik het wel om tussenmiddag niet meer te slapen. Ik heb wel echt nog echt een moeheidsdiep. Maar ik red het wel zeg maar, om, die, om daar overheen te gaan. Maar ik ben s'avonds echt nog veel eerder moe dan ik normaal ben. Ik lig er tegenwoordig vaak eerder in dan Sven. Het is echt niet des mij. Maar al ben ik al een uur wakker als hij al in bed ligt. Maar ja, ik heb er zelf over gedroomd. Ik dacht... dus ik dacht toen ik wakker werd van oh er zal wel eens een pushbericht zijn dus dat het echt wel natuurlijk nergens op staan dus als het s'nachts heb ik besloten maar goed dat dacht ik dus eventjes maar dat was niet zo ja vandaag oh vandaag oh I dread the day vandaag moet de belastingaangifte gebeuren met mijn vader zoals je weet hebben wij zeg maar een cirkeltje met zijn zessen, dus mijn ouders, wij en de kids. Verder zien wij niemand. Behalve dat mijn ouders af en toe naar de supermarkt gaan en Sven af en toe naar de supermarkt gaat. Maar that's it. Maar goed, we gaan dus een belastingaangifte doen. We houden wel anderhalve meter afstand. Mijn moeder gaat alleen met de kids naar buiten. En wij proberen gewoon met zoveel mogelijk het contact te vermijden. Maar ja, deze inner circle hebben we toch echt nodig met onze banen. Anders kan ik gewoon kan ik wel stoppen met werken. Nou, er is een hut gebouwd. Dat was ook een van Niels' schooldrachten. Het is wel een hele grote hut geworden, zeg. Ja, wow.
knijpersbloemen. En we kregen net een NL alert. Ik had een herrie, maar hartstikke goed, want daar stond in van hou nou eens een keer die afstand, mensen. Want dat wordt gewoon niet gedaan. Ik begrijp het echt niet, maar blijkbaar wordt het niet voldoende gedaan. Dan gaan ze het nu zo doen, vind ik echt heel goed. Dus ik hoop dat mensen het nu een keer serieus gaan nemen. Dat is heel belangrijk. Uh-oh. Kikker. Boom, boom, boom. Ja, kikker en? Kikker. En haas, ja. En de beer. Gaat het? Vraagt eekhoorn. Ik ben mama kwijt, piep kleine uil. Waarmee? Nee. Nee, want wat is dat? Nee. Een beer, hè? Gevonden, dit is jouw mama. Nee. Nee. Nam nam nam. Ik ben alleen die van Sven vergeten te bestellen, dus die komt nog. Oeps. Maar dit is weer van kant. Maar dit is vreselijk. Het is gewoon nog één grote moppenzooi. Maar goed. De belastingaangifte zijn gedaan. Dat is fijn. Nog één dingetje invullen morgen, maar in principe gewoon klaar. Wat er maar gebeurd is. We hadden dus pizza besteld. Ik weet niet of ik het gezegd, maar ik had gezegd, maar zeg maar vanuit steun de keukens. Dus zeg maar dat je de ondernemers een beetje steunt. Die natuurlijk een super moeilijke tijd hebben nu ze een restaurant niet open kunnen hebben. En wij bestellen eigenlijk nooit eten. Maar we hadden bedacht dat we dat dan nu een keertje gingen doen. En we zijn nog weer bezig geweest met het huis. Morgen is weer maandag. Maar goed, natuurlijk is alles nog dicht. We hebben de luxe dat mijn ouders nog steeds extra willen oppassen. Dus daardoor kunnen wij in ieder geval een deel van de tijd werken, wat heel fijn is. Maar goed, ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen. Goed, wij gaan eventjes bank hangen. Goedemorgen, het is maandagochtend. Het is werken. Ik probeer altijd zeg maar vanaf 8 uur, half 9, nou, meestal 8 uur. En van 8 tot 9 zeg maar mijn belangrijkste mails door te nemen. Kijken wat er verder op mijn werkagenda staat. En dan mogen ze wat langer een filmpje kijken dan normaal. Maar ze beginnen vaak ook iets later met het filmpje. Maar goed, Eden is er na 5 minuten weer klaar mee, die gaat dan gewoon spelen. Maar... Niels die doet dat dan wel en ze zijn dus nu samen nog even aan het spelen. Het is nog geen 9 uur dus. En dan, normaal begin ik dan 9 uur met dus iets qua les zeg maar voor Niels. Maar nu, als ze nu nog even aan het spelen zijn, dan ga ik nog even snel door. Hey, de baby's moeten niet mee. Goed, maar ze heeft gewoon van 9 tot 5 allemaal te leggen. Dus ik weet niet hoe andere mensen dit doen. Ik zei ook al, maar ja, als wij nou mijn ouders niet zouden hebben, dan moeten ze daar altijd wel echt even een oplossing voor moeten vinden. Want ik kan het toch niet. Ik heb ook gewoon een baan. Normaal werk ik gewoon 4 dagen per week. Maar goed, ik ben heel benieuwd. En nu zijn ze gewoon lekker aan het spelen. Dat is fijn. Ik denk dat ik de vlog ga afsluiten, want om er ook nog bij te vloggen wordt een lastige combinatie. Ik hoop heel erg dat tegen de tijd dat jullie deze vlog zien, dat gewoon het een beetje geluwd is. En dat het aantal besmettingen afneemt. Dat we weer een en ander kunnen. Maar ik vrees voor het tegenovergestelde. Hallo. Hallo. Doe. Ben je een unicorn met een handschoen aan? Ja. Dat is nieuws. Spaarsje. Ja. Oh ja, piratenhoed. Mooi, mam. Oké. Wil je die aan? Niet aan. Niet aan. Mij aan. Moet ik hem aan? Ja. Wil jij hem aan? Nee. Oh.
Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik zie jullie hopelijk volgende week in betere omstandigheden. En tot dan. Doeg!